Ja. Zo, hey Remy, dan uh, staan we hier op uh, het podium van de Schouwburg. Ja. Lege zaal. Hoe is dit nu al voor je? Ja, super indrukwekkend en uh, ja, enorm bijzonder. Ja, wat, wat is er zo bijzonder? Uh, ik denk met name dat het een nieuwe stap is in mijn eigen persoonlijk proces. Ja. Uh, en ook die van de stichting. Ja, want jouw stichting is de Stichting. Ik begin. Klopt. Ja. Um, wat doet jouw stichting? Uh, onze stichting is eigenlijk uh, het uh, centrale punt voor persoonlijk herstel, waarin uh, iedereen met een rugzak bij ons terecht kan, zeg maar, uh, om te werken aan uh, ieder zijn uh, eigen persoonlijk herstel. Ja, en in die rugzak, waar moet ik dan aan denken? Wat voor, wat voor bagage nemen mensen dan mee? Ja, dat, dat is enorm breed: dat is van autisme, ADHD, angststoornis, dwangstoornis drugs, alcoholverslaafd geweest, uh, burn-out, ziekte van Lyme, fysieke beperking, noem maar op. Heel ieder, veel, ieder met zijn heel eigen breed, verhaal ja. en jullie zijn er om ieder, ieder persoon weer die eerste stap naar dat herstel uh, toe te leiden. Ja. Hey, en een jaar geleden nogmaals was jij hier in de Schouwburg ja. en toen kreeg dat je een idee om iets te gaan doen. Wat was dat ja. idee? Het idee was uh, met name om zichtbaar te worden, ja. stigma en uh, taboe te kunnen doorbreken. ...waarin het enorm noodzakelijk is om uh, heel duidelijk te laten zien dat wij er zijn. Want iedereen moet het weten om op die manier de juiste mensen te kunnen bereiken. Ja, en toen was je dus hier en toen dacht ja. je dat zichtbaar worden en dat laten zien, dat wil ik doen... ...hier op dat podium van onze eigen prachtige schouwburg. Ja, klopt. Ja. En dat begon als een idee, en nu? En nu is het uit de hand gelopen. <laughs> ja, nu is het uh, uit de hand gelopen. Ja, ja. In zeer positieve zin. Uh, ja, we noemen het lachen maar problemen zijn gek nog niet. En waarom we dat eigenlijk doen, dat is, uh, lachen lost niet altijd het probleem op, maar lachen maakt het soms wel bespreekbaar zeg maar, en luchtig, ondanks alles wat je hebt. Op die manier merken we wel dat mensen veel losser worden. Ja, dus lachen en humor is een prachtig middel om ja. dat gesprek in ieder geval op gang te helpen. Ja, het is niet het doel, maar zeker een middel. Ja. Ja. Hey, en 26 uh, september, mm -hmm. ja, dan is lachen en humor, uh, dat is de hoofdmoot volgens mij van de voorstelling. Ja, is dat het enige wat we hier gaan doen dan? Uh, hoofdzakelijk wel. Neemt niet weg dat we denk ik ook een stukje van onze visie willen laten zien. Uh, maar samen met jou en onze ambassadeur Rob Schepers. En vele anderen willen wij er een hele leuke avond van maken. Ja. Hey, en, ik, ik hoor jou zeggen en vele anderen. Ja. Ik zag dat ook al in de uitingen op, op jouw website en op social media. Kun je, mag je, wil je daar al iets meer over vertellen? Ik kan dat, ik mag dat. Maar of ik dat wil. Ik denk dat het goed is om iets over te laten. Voor onszelf is het altijd al goed om niet altijd exact te weten wat je gaat doen. En een verrassing is soms heel erg leuk. Dus ja. laten we dat vooral op die manier doen. Oké, okay, dus de mensen die, ja. die, die geïnteresseerd zijn, die willen komen, laat je vooral verrassen. Uh, voor, voor wie is die avond bedoeld dan? Ja, voor wie niet? Want uh, in feite praten we heel vaak over de doelgroep. Maar de doelgroep kan iedereen zijn. Ja. Wanneer jij nu een goede baan hebt en volgende week het niet hebt. ...dan is de vraag hoeveel impact dat heeft op jouw manier van leven... ...en ja. wat dat met je doet. Dus ja, maar in feite voor iedereen. Heb jij, heb jij zelf in jouw directe omgeving... ...gaat het niet om jezelf, maar misschien wel om je buurman... Ja. ...je neefje, je, 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 je vriend, nou, et cetera. Ja, ja, ja. Het kan iedereen aangaan. Dus iedereen, ja, iedereen. kan uh, uh, de, de voorstelling bezoeken. Er zit ook nog iets heel speciaals aan. Want ik zag, je kan een kaartje kopen... Mm -hmm. ...maar je doneert ook meteen een kaart. Ja. Hoe zit dat dan? Nou, er zijn eigenlijk twee manieren. Dat houdt in, als jij één kaartje koopt, krijg je er eentje bij. En die je erbij krijgt, dat is eigenlijk bedoeld om daarin iemand mee te nemen die normaal gesproken het misschien niet zou kunnen. Misschien financieel niet haalbaar is. Of misschien het heel moeilijk vindt omdat de drempel te hoog is. En op die manier proberen wij juist de drempel te verlagen om iemand mee te nemen. Ja. Dat is eigenlijk uh, Formule 1. Nou heb je de tweede, dat is jij koopt een kaartje. En de tweede, die stoppen wij bij ons in de brievenbus. En die gaan wij dan verdelen onder de mensen waarvan wij denken dat die dat ook nodig hebben, want wij hebben ze op de radar. Jij hebt een heel breed netwerk waarin jij uh, die kaartjes heel makkelijk kwijt kan aan mensen die dat heel goed kunnen gebruiken. Neem niet weg dat iedereen mee mag denken dat als ze iemand nu op, op het vizier hebben, stuur, ja, stuur dan vooral een berichtje naar, naar ik begin. Precies. Want uh, dit vergroot het perspectief voor iedereen. Maar even, al met al, het is in principe voor iedereen toegankelijk ja. en uh, ja, uh, voel je je aangesproken, beste mensen. Een kaartje. Ja, absoluut. 26 september: de avond is voorbij. Wanneer ben jij tevreden? Wanneer ben jij tevreden? Ja, weet je, je wil altijd meer en dat wil iedereen, denk ik wel. Maar als ik zie wat er nu de afgelopen maanden al is ontstaan, is het eigenlijk voor mij al geslaagd. Maar de avond moet nog komen. En ik hoop dat we daar naar terug kunnen kijken. En wie weet is het wel een blijvend succes. Ja. Want met één keer zijn we niet geholpen, weet je wat ik zo tof vind, Remy? Dus jij was nog geen jaar geleden hier en je kreeg een idee in je hoofd en dat idee dat wordt nu gewoon keiharde werkelijkheid. Ja, dat is bizar en uh, ja, super speciaal. Enorm bijzonder wat ik net al zei eigenlijk. Ja, um, is er nog iets wat je tegen de mensen in de camera wil zeggen tot slot? Iets wat we nog niet benoemd hebben of iets wat je nog een keer wil herhalen? Het heeft absoluut een noodzaak om zichtbaar te zijn en te worden. Met z'n allen om ervoor te zorgen dat mensen behoed worden voor een val. Dus als we met z'n allen perspectief kunnen bieden voor iedereen in de toekomst, of het nou de buurman is, je nichtje, of wie dan ook, dan staan we met z'n allen voor een gezondere samenleving. En middels een avond lachen met problemen is gek niet, hopen wij op die manier dat het eerder bespreekbaar wordt. Goed, ik weet zeker dat hier die zaal helemaal vol zit. Daar gaan we voor.